Dank u wel. Mobile hacking en security, het is een hot topic. Dus ik wacht eigenlijk wel dat jullie er allemaal wel iets mee te maken hebben. Even, nou ja, we waren al voorgesteld. Arthur, ik ben Ralf. En ja, we hebben de laatste tijd best wel veel te maken gehad binnen IQSX met vraagstukken omtrent mobiele beveiliging. Waar gaan die vraagstukken over? Nou, bring your own device. Uiteraard, hot topic. Daar gaan we het zo ook eventjes over hebben. Maar meer in het algemeen, wat zijn nou de bedreigingen waar we dan aan blootstaan? En altijd leuk, iPhone en Android hacking. En niet alleen hoe kom je in zo'n telefoontje, maar wat is nou het risico van een verloren device? Hoe makkelijk is het om gegevens van zo'n telefoontje af te trekken? En wat kan daar eventueel mee gebeuren? De bedreigingen die zijn eigenlijk best wel gevarieerd. We hebben te maken natuurlijk met verloren of gestolen mobieltjes. 80% van alle datalekken op mobiel gebied heeft hiermee te maken. En ik geloof dat in de treinen in Japan jaarlijks honderdduizenden, ik geloof zelfs meer dan 500.000 telefoontjes worden verloren. Die moet je niet proberen voor te stellen natuurlijk wat daar dan allemaal op staat op die mobiele device. Maar een andere bedreiging waar nog niet heel veel aandacht voor is, maar waar ongetwijfeld veel aandacht voor zal komen binnenkort, is natuurlijk met zo'n telefoon kun je eventueel toegang krijgen tot dezelfde bedrijfssystemen als waar dat telefoontje toegang toe heeft. Dus het hoeft nog niet eens zo te zijn dat die data op de telefoon staat. Nee, de telefoon is het toegangsmiddel tot bepaalde gevoelige gegevens. En je kunt dus een device gebruiken als attack vector om binnen te komen ergens. Maar natuurlijk staat er nog steeds ook gegevens op. En daar komen steeds meer gegevens op. Dus je kunt het ook misbruiken als attack vector vanuit een aanvaller gezien. Als een attack surface, dus oftewel het ding is zelf de target. Denk aan tamcodes voor internetbankieren, certificaten voor toegang tot draadloze netwerken van een bedrijf en gewoon wachtwoorden die gewoon standaard in het geheugen van het toestel staan. Wat zijn nog meer bedreigingen? Nou, we hebben de rollen ook wel eens omgedraaid. Stel je voor, je wilt wat met mobiele apps gaan doen en je gaat zo'n app maken, waar moet je dan allemaal aan denken? En dat blijkt ook best wel een heel erg onderbelicht gebied te zijn. Heel veel bouwers van apps die houden helemaal geen rekening met beveiliging. Niet voor de app zelf, niet voor de data die door de app wordt verwerkt. Er wordt gebruik gemaakt van de standaard frameworks die het toestel biedt. Dus de data wordt dan in een database gezet, een SQLite database. Is dat beveiligd? Kan ik daarbij van buiten? En wat staat er dan wel niet in? Uiteraard. Zo'n device praat ook met back-end systemen. Soms gaat dat via standaard dingen als een remote desktop connectie. Maar soms zijn dat ook hele erg specifieke ontwikkelde applicaties. Waarbij het telefoontje met een heel zelfbedacht protocol praat met een back-end server. En hoe goed is die dan beveiligd? Dat brengt dus. We hebben dus die driedaagse workshop die net in de introductie ook genoemd werd. Hebben we in Maleisië gegeven in februari. En dit bleek ook een erg belangrijk aspect. Internetbanking, apps, hoe gaan we die beveiligen? En natuurlijk is er nog een relatie met dat jailbreken. Of het routen van een Android. En het blijkt dat die relatie er wel degelijk is. Dus hoe verhoudt zich dan dat tot mijn internetbanking applicatie die ik net met veel kost en moeite heb uitgerold? Maar ook voor Bring Your Own Device is deze vraag relevant, want op een gegeven moment zul je in je netwerk dan devices toelaten die uiteindelijk ergens buiten je span of control zijn geweest en misschien zijn geroet, misschien zijn gejailbreakt, met de beste bedoelingen, want mensen willen natuurlijk gewoon leuke apps op hun telefoon draaien, maar heeft dat nou nog gevolgen voor de beveiliging van het rest van het netwerk? Maar daar houdt het niet eens op.
Er zijn op dit moment een aantal mensen die bezig zijn met het uit de lucht plukken van signalen. Alle mobiele devices die maken gebruik van draadloze communicatie, zij het wifi, zij het bluetooth, zij het gsm en 3G. En wat je ziet is dat dus vooral in dat gsm 3G verhaal de laatste tijd behoorlijk veel vooruitgangen zijn gemaakt. En op dit moment kun je al deze kleine DVB-tunertjes, ze zijn nu eventjes uitverkocht op Dealextreme, maar ik had er nog drie in de bestelling staan. Kosten $20 en het zijn eigenlijk kleine software gedefinieerde radiootjes die je zo kunt programmeren dat ze dat gsm-signaal uit de lucht kunnen trekken. Nou, gecombineerd met het onderzoek van Carter Null, wat hij heeft gedaan voor het decrypten van het gsm-verkeer, verwacht ik dat binnen een jaar met dit soort apparaatjes feitelijk het gsm-verkeer open ligt voor de goedwillende amateur. Maar natuurlijk helaas ook voor de kwaadwillende crimineel die dan de tandcodes gewoon uit de lucht kan vissen. Gecombineerd met natuurlijk wat minder geavanceerde phishing aanvallen kun je je wel voorstellen dat dat echt ook een bedreiging is. Nieuwe telefoons die hebben nog weer andere draadloze communicatiemogelijkheden. NFC bijvoorbeeld, Near Field Communication, zeg maar dezelfde technologie waar de overchipkaart ook mee werkt. Waarmee die telefoontjes kunnen interacteren met andere telefoontjes, andere devices en objecten in de wereld om je heen. Nou zijn er op dit moment wel wat bedreigingen bekend die te maken hebben met NFC. Die gaan een beetje, ik vind ze zelf, het is niet helemaal spijkersplaat, maar goed. Er zijn NFC telefoons die vatbaar zijn voor een aantal aanvallen. Moet je dan voorstellen dat je dan die telefoon bij zo'n tag zou houden om wat informatie ergens over te krijgen, maar dat op die tag een bepaalde kwaadaardige code staat die de telefoon dan infecteert. Technisch is het al bewezen dat dat kan. Ik vind het zelf nog niet. Van mij wel. Ga je gang. Oh ja, daar zit je. Sorry, ik hoor een stem, maar ik zag het niet. Ja. Hoe kom je bij de meneer hier? Sorry, hoe kom je? Omdat van de week de drivers voor deze devices op internet gepubliceerd zijn, waarmee het mogelijk is dus om de radiosignalen goedkoop uit de lucht te trekken. Dat was voorheen alleen mogelijk met dure software gedefinieerde radio's. Kon je wel kopen, maar dan was je dus €1200 kwijt. Daar moest je hele nare software voor schrijven. In elk geval vrij moeilijk te programmeren. En dat was nog niet echt publiek beschikbaar. Hiervan zijn de drivers nu beschikbaar gemaakt en kunnen ze aangesproken worden met standaard open source pakketten zoals Q-Radio. En de hardware zelf is ook veel goedkoper geworden. Als je dit een jaar geleden wilde doen, dan moest je ongeveer €2,000-3,000 investeren in apparatuur. Nou, met dit soort hele simpele tv, want het is eigenlijk een soort tv-tuner die op je USB-poort aansluit, dan kan je televisie kijken. Maar het is zo'n slim ding dat je ook allerlei andere signalen uit de lucht kan pikken. En dan die combinatie van, het is makkelijk te kopen, het is goedkoop, de software is gewoon te downloaden. Ja, dat geeft een combinatie dat steeds meer mensen de middelen in handen krijgen om het te doen. En er zijn genoeg slimme mensen om daar dan ook op die manier gebruik of misbruik van te maken. Oh. Het is een voorspelling uiteraard. Er is hier nog wel een mitigerende factor, maar je moet wel in de buurt van je target zitten. Want signaal, als ik hier nu zit met mijn telefoon en mijn tandcode bezig ben en mijn aanvallen zit in Groningen, die ontvangt het signaal daar niet. Nee, daar zijn dan een paar dingen op te merken. Je zult dus je target voor een deel moeten lokaliseren. Carsten Nol heeft in een eerdere presentatie op het CCC vorig jaar aangetoond dat daar ook nog wel dingen omheen te verzinnen zijn om je target dan te kunnen lokaliseren. Maar in mijn optiek moet je het verhaal omdraaien. Je gaat luisteren, wat zie je aan interessante dingen voorbij komen? Ja? Dus je hoeft nog niet eens je target op die manier gelokaliseerd te hebben. Hier in de zaal wordt al voldoende informatie op de mobieltjes binnengehaald om interessant te zijn. Dus ga maar luisteren, kijk maar wat er langs komt. En het lokaliseren van een gsm kan straks natuurlijk ook vrij eenvoudig. Hè? Want als je al denkt in combinaties van aanvallen, want je bent er dan met zo'n tandcode alleen natuurlijk nog niet. Hè.
Je zult ook moeten inloggen op zo'n internetbankieren site. Dus je moet dat combineren met een phishing aanval. Nou, wie weet komt er straks wel een combinatie ook met een botnet of een stukje malware op de telefoon. Die de GPS-gegevens van die telefoon doorstuurt naar de aanvaller. Nou, dan weet je precies waar die zitten. Dus ik verwacht combinaties. Nou, of je moet een heel groot spreeknet hebben, of je moet ontzettend gaan speervissen. En zeg maar de gebruikelijke normale floating zoals die er nu zijn. Gewoon, je knalt iets in het wild en je krijgt zoveel procent respons. Maakt niet uit waar die mensen zitten, dan werkt het niet meer. Dus je moet... Nou, het is grappig dat je dat noemt, want wij zijn in kwade ontmoet geweest voor die cursus te geven. En in Nederland zijn we gewend dat iedereen thuis breedband internet heeft en internetbankieren doet vanuit huis. Het blijkt daar is het gewoon een heel andere wereld. Mensen doen daar bijna alles via hun mobiele telefoon. En als je in zo'n stad zit als Kuala Lumpur, daar heb je gewoon een hele hoop mensen bij elkaar op een hele kleine plek. En als jij in staat bent om door een kwetsbaarheid in iOS of in Android op hun mobiele telefoon in te breken, dan kan je op dezelfde manier dat soort bankierapplicaties op de telefoon aanvallen. Dus je hoeft niet altijd via gsm uit de lucht te pikken, maar dat botnet, dat zal denk ik verschuiven van de desktopcomputers die steeds minder in gebruik worden en die zal verschuiven naar smartphones en die zal verschuiven naar tablets en dat soort nog veel mobielere platformen. En dan weet je dus ook waar de gebruiker zich bevindt, precies. En dan zijn al die andere aanvallen op eventueel mogelijk. En ik verwacht inderdaad ook niet dat dat morgen natuurlijk in het wild is, maar de eerste botnets en trojans, die worden nu in het wild geïdentificeerd op telefoons. Dus een, wie heeft er hier een antivirus op zijn smartphone zitten? Nou, dat zijn er toch nog wel behoorlijk. En hoe vaak wordt die geüpdate? Heb je hem één keer geïnstalleerd en daarna is het klaar? Of wordt hij ook regelmatig geüpdate? En wie heeft hier zijn mobiele telefoon gejailbreakt of geroet? Is dat dezelfde toch? Ja, dat is fijn. Goed. We willen even wat inzoomen op een paar topics die jullie vast wel na aan het hart liggen. Bring your own device is de eerste daarvan. Is dat nou een goed idee? Het wordt ons heel vaak gevraagd. Om heel eerlijk te zijn, meestal niet. Laten we serieus zijn. Ik bedoel, je pakt een device. Zet dat in hele hostile, hele vijandige omgevingen en brengt het daarna in je bedrijfsnetwerk binnen. Dus, en die devices zijn dan ook nog wel regelmatig gemodificeerd, gejailbreakt of voorzien van allerlei apps die communiceren met andere, zeker niet te vertrouwen partijen. Ik zal geen namen noemen, maar Facebook en Zynga zijn natuurlijk geen partijen die jij graag op jouw interne netwerk toelaat. Wat moet je daar nou mee? Kan het wel veilig? Of moet je gewoon zeggen van het gaat gewoon niet gebeuren? Nou ja, wat we heel vaak zien is dat we willen het toch erg graag. We waren gisteren nog bij een klant en die zei van ja, men wil iPads. Het interesseert ze niet hoe. Ja, wat moet je daar tegen als de Raad van Bestuur gewoon per se stampvoetend zegt van wij willen onze iPad gebruiken voor toegang tot bedrijfsinformatiesystemen? Nou, dan zul je dus maatregelen moeten treffen. Je moet het device isoleren. Het moet niet zo zijn dat dat dus dan op gelijke voet staat met een desktop die ergens op een vaste werkplek in een afgesloten gebouw staat. Dat is gewoon niet zo. Dus dat moet je dus ook niet zo behandelen. En de gebruiker, die moet natuurlijk ook goed beseffen waar hij mee bezig is. En die moet niet denken dat dat dus op gelijke voet staat met zijn privégebruik van zo'n apparaat, waar de kinderen ook mogen aan zitten. Ik vind de iPad natuurlijk het allerleukste, al een spelletje erop. En wat mag je dan vanaf zo'n device? En kun je dat dan wat beheersen, die toegang? Nou, dat kan, maar je zult bepaalde vragen moeten beantwoorden. Wil je echt wel die e-mail-attachments op die telefoon bewaren? Of wil je dat eigenlijk alleen maar beschikbaar maken via een soort van remote desktop? Zodat je dus alleen het scherm ziet, maar dat de feitelijke data niet op de telefoon staat. Wil je wel servertoegang, zoals Brenno ook noemde, hè? De iPad, je kijkt even, je opent wat en point, je bent daar binnen op het corporate servernetwerk. Wil je niet. Hoe ga je om met authenticatie van het gebruiken, van niet alleen de gebruiker, maar ook van het device? Hè? Je kunt op twee manieren met die dingen omgaan en vaak is maar één manier van authenticatie geïmplementeerd, namelijk de authenticatie van het device. Zodra het in de buurt is van het wifi-netwerk, mag het op het wifi-netwerk. En vaak is dat gecombineerd met de authenticatie van
de gebruiker. Nou, wil hij dat wel, want dat betekent namelijk dat op het moment dat een device verloren is, dat komt ergens in de buurt van het zeg maar, thuisnetwerk, dan geeft dat automatisch toegang. En daarnaast, hoe ga je dan om met jailbroken devices? Want die geven nou eenmaal meer toegang voor eventuele potentiële aanvallen. Ze zijn meer vatbaar voor malware. We gaan ook nog even kijken naar specifieke devices. We hebben gezien dat BlackBerry's, dat is zeg maar een aflopende zaak. Wie gebruikt hier nog een BlackBerry? Een paar iPhones, heel veel meer, Androids. Ons vertelde. Ja, nou, dat is precies wat wij elders ook zien. Die BlackBerry's, ja, dat is eigenlijk vaak een kinderspeeltje geworden nu. Hè. De reden dat Ping zo populair is onder kinderen, al die BlackBerry's zijn van de ouders naar de kinderen gegaan. En de ouders die willen allemaal een hippe iPhone en een Android. Dus we gaan eventjes een kijkje nemen naar beide toestellen, waarbij we dan de rest van de wereld even doen alsof die helemaal niet bestaat. Het Android platform, het is inherent een veel opener platform dan de iPhone. Als je op een iPhone een appje wilt zetten, dan ga je naar de App Store. Daar zijn de apps een beetje geselecteerd. In ieder geval zover geselecteerd dat Apple veel minder malware in zijn App Store heeft staan dan dat op Google Play. Hoe heet dat? De Android Marketplace, dat heet nu Google Play. En ja, daar vindt geen vetting plaats. Dus daar worden apps niet geselecteerd. Dat betekent dus dat je een kans loopt om een kwaadaardige app te downloaden als je naar Google Play gaat. En het is multivendor. De iPhone of de iOS draait alleen op de iPhone. De iPhone wordt alleen door Apple gemaakt. Android is is van een alliantie. Er zijn meerdere vendoren. En als je zelf een device zou willen ontwikkelen op Android, dan kan dat. En een deel van het besturingssysteem is gebaseerd op Linux. En dat is een open source besturingssysteem. Dus het is veel opener. Er zitten wel verschillen tussen Android-toestellen. Het ene Android-toestel is niet hetzelfde als het andere Android-toestel, terwijl het bij de iPhones dus wel zo is. Er is maar één, ja, er zijn wel verschillende types, maar in principe draait allemaal hetzelfde besturingssysteem en het ziet er allemaal hetzelfde uit. Dat is bij Android dus ook niet zo. Nou, in de praktijk betekent dat voor de appjes dat die wel overal draaien. Dus je kunt een appje op de ene Android-telefoon in het algemeen wel draait op de andere, mits daar dezelfde versie van Android op draait. En er zijn natuurlijk apps die wel op versie 4 draaien, maar niet op versie 3. En die appjes, een belangrijk verschil tussen iPhone en Android, maar over die iPhone gaan we straks praten, is dat in de Android-situatie een app een stukje gecompileerde Java-code is. En die Java-code die is daarna verpakt in een soort van omhulsel die ervoor zorgt dat ze in een virtuele machine op die telefoon gedraaid kunnen worden. Binnen die virtuele machine beschikt het appje over verminderde rechten. En het beveiligingsmodel bestaat er simpelweg uit dat het in die sandbox gedraaid wordt. Appjes kunnen dus ook niet automatisch bij elkaars data komen. Hé, nu wordt het interessant. Want als ik nou een gejailbreakte iPhone heb, bij Android heet dat rootenoverrekker, dan betekent dat de gebruiker het heeft mogelijk gemaakt voor een appje om meer rechten te krijgen. Dus kan een geroute Android dus een risico vormen? Ja, dat kan, want appjes kunnen plotseling meer. Nou is het wel zo dat daar wat beperkingen omheen zijn. Hè? Als je dus een nette app hebt die gejailbreakte features gaat gebruiken, dan vraagt hij dat eerst eventjes aan de gebruiker. Van, hallo, ik wil nu gebruik maken van die rootrechten. Vind jij dat goed? Klinkt ook ja, maar dat doen de nette apps. Het is dus niet afgedwongen in het besturingssysteem dat altijd dan moet kunnen. Op de telefoon standaard worden die gegevens, de apps dus, niet versleuteld. En je kunt ze dus vrij makkelijk, daar hebben we straks een slide over, analyseren. Want je haalt ze uit de virtuele machine, je pakt ze uit die
omhulsel uit die schil uit. En wat je dan hebt is een stukje Java bytecode gecompileerde software. En omdat het bytecode gecompileerd is, is het heel makkelijk te decompileren. En dan kun je zo'n appje gaan analyseren. En dat kan dus niet met een iPhone-app. iPhone-apps zijn A, gecrypt, maar Arthur gaat daar straks nog wel wat over vertellen. En B, daar kom je niet zo makkelijk bij. Zo'n telefoontje, we hebben het allemaal twee setjes over Android, die bevat dus data. Waar staat die data? Nou, over het algemeen zijn er binnen Android twee stukken geheugen. Het makkelijkste stukje is eigenlijk, je hangt dat ding aan een computer via de USB en hij ziet het eigenlijk als een USB memory stick. Dus een stukje flash geheugen. En je kunt daar leuke dingen mee doen. Als aanvaller. Want ja, aangezien het een memory stick is, kun je daarvoor tools gebruiken die bedoeld zijn voor forensische analyse en een heel leuk starttooltje. Hebben wij recent geleerd, is het FTK Imager. En je steekt je die software, je steekt je telefoon in de laptop, krijg je software en je kunt gewoon precies zien wat erop staat. Ook de verborgen bestanden, ook de gewiste bestanden. En hij is zelfs zo slim dat hij zijn foto gewist is. En zelf ziet van, hé, dat was een foto. En hij probeert dat dan op het scherm te laten zien. Ook als het foto half gewist is, laat hij een halve foto zien. Wij kunnen natuurlijk veel verder gaan met het analyseren van dat soort images. En het is een heel interessant onderwerp. Komt erop neer, het is geheugen, je kunt het lezen, dus je kunt het bij. En dat geldt dus ook voor die SQLite databases, waarin over het algemeen dingen worden opgeslagen als sms'en, je telefoonlijst, je adreslijst en heel veel andere zaken, bijvoorbeeld e-mail attachments en passwords. Dus die staan er allemaal in. Er zit er nog een stukje interne flashgeheugen in. Ja, je zult daar dan toch de telefoon geroet moeten hebben om daarbij te kunnen. De USB-flash niet, hè, want die steek je in je computer en die ziet hem automatisch dan als USB-memory stick. Maar de interne flash is dat niet zo. Dus daar zul je je toestel voor moeten routen als je daarbij wilt. Maar dat is geen probleem. De meeste toestellen op dit moment die zijn voorzien van een unlockable bootloader. Oftewel, en daarmee kun je hem laten booten van een ander image dan het standaard operating system image die al op het device staat. Een moderne Samsung heeft gezegd, we gaan alle nieuwe toestellen helemaal niet voorzien van zo'n gelokte bootloader. Die is vanaf nu standaard unlockable. Dat betekent, wij staan er toe dat mensen hun toestel gaan booten. En dat gebeurt dus dan. En dat is vrij makkelijk. Het is een feature geworden in plaats van een. Ja, precies. Er is één hele belangrijke beperking hierin. Dat kun je niet op het moment dat je niet dat USB debugging feature in Android aan kunt zetten. En waarom zou je dat nou niet aan kunnen zetten? Als er bijvoorbeeld een sterk wachtwoord op zit. Want je moet dan de interface van de telefoon kunnen benaderen. Je moet de pincode intoetsen. En vervolgens moet je in de settings USB debugging aan kunnen zetten. Kun je niet om die pincode beperking heen? Nou, heb je pech. En die pincode beperking, daar gaan we het zo meteen nog over. In ieder geval de iPhone. Ja. We hebben vorige week gezien dat er een bedrijf was, XRY, moet ik zeggen. En die verkocht dan software om die pincode beperking te omzeilen. Maar dat lukte ze niet zo heel erg goed voor Android toestellen. We hebben eigenlijk geen idee waarom niet. Want ja, technisch moet het toch mogelijk zijn om ook daar doorheen te breken. Dus daar zijn we nog wat onderzoek naar aan het doen. Hoe kun je nou bij die data Android Development Tools download, installeer. En daar zitten debugging tools bij. Waarbij je dus op een vrij makkelijke manier toegang kunt krijgen tot interne geheugen van de telefoon. En wat kun je dan zien? Dat is bijvoorbeeld een standaard directory structuur. In de /data directory staat de data, hoe verrassend.
en daar staan SQLite databases en een paar belangrijke staan dan bijvoorbeeld in de omroep en worden ook gevraagd tot telefonie. Want daar vind je je adressenlijsten en je sms-lijsten. En die zijn allemaal niet versleuteld. Dus heb je toegang tot dat flashgeheugen, dan heb je toegang tot die databases. Goed, dit betekent dus dat alle appjes op jouw telefoon toegang kunnen krijgen tot dit soort gegevens. Ook kwaadaardige appjes. En in het geval van een jailbreakte telefoon zal het voor zo'n appje dus zelfs mogelijk zijn om deze dingen te benaderen zonder dat daar aan de gebruiker toestemming wordt gevraagd. Het is maar net wat de programmeur van dat stukje kwaadaardige software van zin is. Ja, dus is het een risico, zo'n jailbreakte telefoon? Absoluut. Ja. Wat sla je op in die databases? Dat is vaak ook helemaal niet bekend. Hè? Als je een mobiele app installeert op je telefoon, gaat hij niet zeggen, ik maak nu een database en ik stop daar deze gegevens in. Nee, het is een spelletje. Maar je weet het niet, misschien als het een spelletje is waar betaald moet worden voor bepaalde gegevens, voor extra upgrades in het spel of voor het spel zelf. Misschien slaat hij wel je creditcardgegevens op, inclusief die leuke CVC-code die daaraan vastzit. Je weet het niet. Het is nog een heel grijs gebied. Misschien wil jij het van iedereen verder overnemen? Is goed, dankjewel. Ralf heeft het al genoemd, er zijn grote verschillen tussen het iPhone iOS platform en Android. Android is Java, dat is gebleken, ook in onze workshop, heel makkelijk te reverse engineeren. Zodra je die app hebt, kan je hem decompileren en je kan hem eigenlijk gewoon weer bijna leesbaar overzetten, terugzetten in Java code. En voor beveiliging betekent dat je ook precies in die app kan zien waar de beveiligingsmaatregelen zijn geprogrammeerd. Of misschien wel juist niet. En kan je op die manier heel snel kwetsbaarheden in zo'n Java-appje vinden. Nou, dat is bij de tools die je daarbij gebruikt is Eclipse en JAV. Nou, dat is wat te technisch denk ik voor nu, maar er zijn gewoon open source tools beschikbaar om dat te doen. Je hoeft nergens voor te betalen. Zodra jij dat appje hebt, dan ben je eigenlijk al binnen. En ik weet niet of jullie die KPD-challenge kunnen herinneren van een tijd geleden, waarin KPD zocht nieuwe mensen. Nou, daar zat in de netwerkcapture die ze hadden gemaakt, hè, dus een opname van al het netwerkverkeer, zat ook zo'n Android-appje. En die kan je dus gewoon met deze middelen en die op deze manier, kan je die gewoon omzetten weer in een leesbaar stukje code. En daar zaten dan weer clues in om verder te komen en uiteindelijk die middelen van de code vinden en die opsturen en dan was je door de eerste sollicitatie van mij. Nou, dat is op Android relatief simpel. De iPhone is een heel ander platform wat dat betreft. Het is qua hardware heel gesloten. Je kan niet een SD-kaartje erin prikken. Je kan eigenlijk de onderdelen die erin zitten niet makkelijk zelf vervangen. Er zijn wel sites op het internet waar je dat kan doen. Zo zou ik een foto laten zien, maar op zich, Apple beheerst het hardware-platform. En zij doen dat ook met de software. Zij hebben die App Store en als je als gewone gebruiker iets wil installeren, dan moet je dat via hun App Store doen. En heel veel mensen denken dat omdat Apple de beveiliging van het platform voor ogen heeft, maar ik heb het idee dat het veel meer te maken heeft met het verdienmodel van Apple. Die wil zorgen dat ze aan alle content en alle applicaties 30% kunnen verdienen. Dus hebben zij de distributie van de appjes en de inhoud gekanaliseerd via die App Store. En er vindt een vorm van automatische controle plaats in het proces, het vettingproces in de App Store. Dat je niet allerlei illegale of niet door Apple goedgekeurde dingen op het systeem doet. En dat is A, om te voorkomen dat je buiten hun verdienmodel om dingen kan doen en dat je uiteraard de beveiliging van het platform niet te veel in gevaar brengt. En ik heb dat een soort soft sandbox genoemd. Het is niet een technische inrichting op het iOS platform zelf, maar het is meer de hele procedurele afspraken en processen eromheen die ervoor zorgen dat de appjes relatief veilig zijn op het Apple platform. Nou, en dat betekent bijvoorbeeld dat je vanuit je appje mag je maar in een bepaalde aantal directories komen. Je mag maar bepaalde stukjes data benaderen en alle andere dingen moet je via door Apple goedgekeurde interfaces doen. Nou, ben je in staat om zo'n appje
te downloaden. Hè, want je kan het gewoon vaak van het internet downloaden. Dan blijkt het uiteindelijk een soort zipfile te zijn waarin het appje versleuteld is opgeslagen. Dus het is niet heel eenvoudig om zonder je iPhone zomaar die appjes uit te pakken en te kijken wat daarin zit. En ben je wel in staat om op je iPhone te kijken, en dat kan je bijvoorbeeld doen door te jailbreken en dan gebruik te maken van een debug tool waarmee je vanaf je pc verbinding maakt met je iPhone. En op dat moment zie je dat er allerlei processen draaien op je iPhone en dat blijken dan heel veel van die appjes te zijn. En als je dan het proces volgt waarmee zo'n appje wordt opgestart, dan zie je dat dat versleutelde appje wordt in het geheugen geladen. Daar wordt het ontsleuteld en vanaf dat moment wordt het appje uitgevoerd. En met die debugger ben je in staat om dat ontsleutelde stukje geheugen weg te schrijven. En dan zou je bijvoorbeeld een willekeurige internetbankierapplicatie eens na kunnen onderzoeken op welke beveiligingsmaatregelen zitten daar nu in, of misschien juist niet. En ik weet ook... Waarom past Apple versleuteling toe op die apps? Ik denk dat dat is een migratiepad. Op oude versie van iOS hadden ze dat helemaal niet. Vanaf iOS 5 gaan ze meer versleuteling doen. En dat heeft wel te maken met één, aan de ene kant denk ik een stukje DRM. Dat ze controle kunnen hebben over wie welke appjes kan installeren. En er zal een stuk beveiliging zitten wel in. Het is ook zo, als jij straks je iPhone verliest, en dat is de afsluitende demonstratie, dan moet je een aantal stappen doorlopen om als vinder van de iPhone of van je iPad bij die gegevens te kunnen komen. En dan moet je een aantal lagen versleuteling doorbreken. Dus daar zit wel een beveiligingsachtergrond achter, maar het maakt het een stuk moeilijker in ieder geval. Dus het is geen kwestie van je wint een device en hij ligt open. Die encryptielaag die voegt ook daadwerkelijk een stuk beveiliging toe. Ja. Oké. Okay. Ik heb er nog één terug. Terug. Ja, en wat je dus kan doen, je kan dan dat stukje geheugen dumpen. En het zou bijvoorbeeld een best een leuk experiment zijn om die ING bankierapplicatie eens een keer ook op deze manier aan de binnenkant te bekijken. Er zijn mensen geweest die hebben het verkeer geanalyseerd tussen de iPad en het internet. Het is natuurlijk ook interessant om te kijken of er in de app zelf nog allerlei interessante gegevens terug te vinden. De Android-versie is dat al gedaan natuurlijk, maar de iPhone-versie wordt er bijna weten nog niet. Precies. En dit zijn dan de stappen die je zou kunnen volgen om naar toe te komen. Nou, zo eenvoudig als het is op Android om het weer terug te vertalen naar Java, nou zo moeilijk is dat op iPhone. Het iPhone ontwikkelt in een soort spraakgebrek Objective-C, dat is een heel aparte manier van programmeren en het is niet mogelijk om binaire code terug te vertalen naar Objective-C. Het enige wat je kan doen is het disassembleren, dus de hexwaardes weer terugzetten naar machine-instructies. Dat is de meest betrouwbare stap die je kan doen en echt terugvertalen naar Objective-C broncode is niet mogelijk. En wat je dan in zo'n appje kan vinden zijn allerlei wachtwoorden, misschien connection strings, allerlei andere informatie die je zelf ook kan gebruiken om eens een keer vanaf een andere platform waar je meer controle over hebt, bijvoorbeeld verbinding te maken met een service op het internet die allerlei webservices gebruikt die vanuit zo'n appje worden aangevoerd. Dat zijn de mogelijkheden die je krijgt als je in staat bent om op dat iPhone-platform of op dat iOS-platform binnen te komen. En een van de manieren om dat te doen is dus het jailbreken van je iPad of je iPhone. En wat kan je doen om dat soort uitpakken, analyseren van je applicaties te voorkomen? Je kan een hele hoop informatie die je erin hebt zitten als connection strings, usernamen, misschien nog wel wachtwoorden, hostnamen, die kan je versleutelen of verbergen, zodat ze in ieder geval niet in eerste instantie terug te vinden zijn en een hint geven van waar je aan het zoeken bent. Je kan zeker op de iPhone gebruik maken van een aantal versleutelde opslagmechanismen als keychains om specifieke beveiligingsdingen in op te slaan. Bijvoorbeeld de Facebook applet op de iPhone, die slaat het wachtwoord waarmee je inlogt op Facebook, die slaat die op in de keychain, zodat dat in ieder geval versleuteld is op de iPhone. En dus dat soort dingen zit in het platform. En zolang er niet echt hardware
op de mobiele device aanwezig is waarin je dat echt tamperproof kan opslaan, blijft dit natuurlijk altijd een zwakke plek. Want als je het kan wegschrijven en je kan het teruglezen, dan kan je dat ook met kwaadaardige applicaties doen. Alleen je maakt het iets moeilijker dan voor de gemiddelde scriptkiddie om dat te doen. Nou, dan is dat wel al een vaak toegepaste methode, hè? Die keychains. Ja. Maar we zien toch ook wel dat er gewoon standaard, gewoon, zeker bij Android, gewoon iets weggeschreven wordt. Een bestandje naar het systeem en wat daar dan in staat. Dat is dus, dat varieert, dat ligt aan de app. Ja, het kunnen dus ook gewoon plaintext wachtwoorden zijn, die kom je dan tegen. Dus dat afhangt van de applicatie die het doet. Ja. We hebben volgens mij, hoeveel tijd hebben we nog? 10 minuten. Nou, dat zou genoeg moeten zijn om een demonstratie te kunnen doen van hoe je een iPad kan inbreken, of een iPhone. Of een iPhone. Sommigen van jullie zullen, Ralf heeft al genoemd, dat bedrijf XRY. Ze bieden ook software waarmee je binnen een luttele seconde de passcode van je iPhone kunt krijgen. Zo stond tenminste vorige week op security.nl. Nou, dat moet je natuurlijk weer met een enorme kilo zout nemen. Zij gebruiken gewoon dezelfde soort software die wij gewoon ook van het internet hebben gedownload. Die zal ik straks laten zien waar die staat. Het enige wat zij gedaan hebben is daar een mooie grafische schil omheen gemaakt. En die maakt dure grafische schil. Een hele dure grafische schil. En die maakt het mogelijk om voor politieagenten die zelfs 1 of 2 strepen hebben om dat soort software te gebruiken. Nou, kent die software, die kent gewoon een aantal beperkingen en dat heeft niet zo met die software te maken, dat heeft met het platform te maken. De software werkt alleen op een iPhone 3GS, een iPhone 4 en een iPad 1. En dat heeft te maken dat daar nog een oudere versie van de processor in zit, waar wat kwetsbaarheden in de bootrom zitten. Dus een bootrom is het stukje code wat als eerste wordt uitgevoerd op het moment dat je hem aanzet. Nieuwe modellen als de iPad 2, de nieuwe iPad en de iPhone 4S, die zijn hier niet kwetsbaar voor. Dus zou voor jullie een reden kunnen zijn om te upgraden naar een nieuwe model. En de software die zij hebben, die kan alleen de 4 digits van de passcode brute forcen. Nou, dat zijn 10.000 pogingen, daar kan je wel even bij blijven. Ik heb zelf de software aangepast dat die ook op basis van dictionary pass phrases kan aanvallen. En dan de passphrase zelf, een passphrase met 2 getallen erachter en een passphrase met 2 getallen ervoor. Dus dat zit niet in die Zweedse software. Nou, zeg nou, ik wil het zelf een keer op mijn eigen iPhone proberen. Nou, moet je vooral doen, maar als die stuk gaat, dan mag je ook zelf de stukjes houden. Als je zegt, ik heb interesse erin, nou daar kan je de code vinden. Het is gewoon Python code en het maakt gebruik van wat software van Apple. En dan kan je gewoon zelf je eigen omgeving mee opbouwen. Ik heb het zelf ook gedaan. Het zijn wat stappen die je moet doen. Die staan goed beschreven, dus je kan daar redelijk makkelijk zelf je ding mee doen. En wat je eigenlijk gaat doen, een iPhone is net als een Android of een Linux machine. Het is gewoon een heel klein computertje. Die volgt een bepaald opstartvolgorde. En op het moment dat jij in staat bent om je eigen software te injecteren tijdens die opstartvolgorde, dan kan je daarmee die opstartvolgorde doorbreken. Je kan de passcode raden en dan ben je eigenlijk binnen. Want vanaf dat moment, als je die passcode hebt, dan heb je ook toegang tot alle versleutelde bestanden op de iPhone. Omdat de passcode eigenlijk het enige user gedefinieerde deelte is van de sleutel die toegang geeft tot alle data op de iPhone. Nou, we hebben nog 5 minuten, denk ik. Dus ik wou eigenlijk proberen om dan nu een demonstratie te geven. Nadat ik jullie toch nog even heb gewezen op dat wat ik nu laat zien, dat is echt een hele ingekorte versie van wat we samen op die workshop doen. En daar gaan we ook uitgebreid in op Android. Dus als je zegt, nou, ik heb interesse in dat platform, dan ben je van harte uitgenodigd om een keer deel te nemen. Dus zonder verder. Als je het doet. Is het een beetje te lezen ook achter in de zaal wat er staat? Ja hoor. Ja, mooi. Nou, wat ik hier heb verzameld is wat software die uit die site van Google komt. En ik heb de firmware files van Apple gedownload. En het werkt voor 5.01 en het werkt ook voor de nieuwe versie 5.1. Dus
dingen die ik laat zien, werken op de nieuwste versie van iOS, alleen op de hardware devices die ik net heb genoemd. En in die IPSW directory, daar staan die firmware files. Nou, als je de stappen volgt die op de website beschreven staan, dan weet je ook hoe je je eigen RAM-diskje moet maken waarin je dan die brute force software hebt geïnstalleerd. Dat is allemaal redelijk recht toe, recht aan. Dus volg de stappen gewoon. Ik heb geen tijd om dat allemaal te laten zien, maar wat je uiteindelijk krijgt is een bestand dat heet kernel cache. En dat is afhankelijk van het model hardware wat je gebruikt, nou die K48. Moet je mij even geloven, dat is voor een iPad 1, dit is voor een iPhone 3GS en dat is voor een iPhone 4. Dat is eigenlijk een aangepaste kernel die al die controllers die Apple heeft ingebouwd, die hebben ze daar uitgesloten. Hebben ze gewoon, op een aantal plekken hebben ze secure of if Apple hebben ze gewoon gezegd if true. Dus ze hebben daar gewoon op een aantal cruciale plaatsen een aantal controllers uitgezet. Nou, en de RAM-disk die je nodig hebt, die staat er ook bij, dat is gewoon een soort image file. En het enige wat je nu eigenlijk moet doen, is het opstarten van de Red Snow jailbreak software die jou in staat stelt om dat bootproces over te nemen. Nou, dat zou zo moeten lukken. Ik moet aangeven welke firmware ik ga gebruiken. Nou, misschien is het handig om het even te laten zien. We hebben het nu over deze iPad. Die heb ik toevallig in de trein gevonden. Er zat een begaafd journalist naast mij in de trein. Die was zijn iPad vergeten. Maar ja, helaas. Hij heeft hem volgens mij wel gelokt. Ja, enter passcode. Ik moet dus een passcode in. Ja, die weet ik niet. En waarschijnlijk heeft hij het zo ingesteld dat als je 10 keer een verkeerde passcode ingeeft, dat die dan gewist wordt. Nou, dat zou zonde zijn, want misschien staan er wel hele interessante dingen op. Heb je die in de winter gevonden, Arthur? Wat zeg je? Heb je die in de winter gevonden? Ja. En deze iPad, dus van de iPad 1, dat kan je achterop zien. Dus ik heb een klein kansje dat je hier binnen kan komen. En hij vraagt om een passcode, dus dat die 4 digits, dat wordt er niet. Dus ik moet de andere software gebruiken. Wat ik ga doen, ik ga zeggen, nou weet je wat, ik ga het toch proberen. Ik start mijn jailbreak software op. Ik moet dan de iPad versie hebben. Dus dat is de systeemsoftware die Apple normaal op jouw systeem installeert. Dus die heb ik nodig. Ik heb een kernel file nodig, zoals ik al liet zien. Nou, dan moet ik de K48 hebben, want dat is een iPad versie. En ik heb een RAM disk nodig. En ook daar heb ik het model K48 van nodig. Nou, voordat ik hem opstart, zal ik hem even aan mijn Apple aansluiten. Ik krijg waarschijnlijk eerst een pop-upje dat hij allerlei dingen gaat proberen te installeren. Continue maar. Nou, hij staat iTunes op, hartstikke mooi. Die heb ik nu even niet nodig. En wat ik nu heb gedaan, ik heb hem gewoon aangesloten op mijn iPad, zodat ik met mijn Red Snow software de opstart sequence kan beheersen. Dus ik start hem op. En dan heb ik hier de jailbreak software. Dit is gewoon de standaard software die je normaal ook gebruikt om te jailbreaken. Maar die is wat intelligenter, want je kan je eigen spullen daaraan meegeven. En wat ik nu moet doen, en dat is gewoon bij alle iOS devices hetzelfde. Ik moet hem uitzetten en ik moet hem in een soort device firmware update mode dwingen. Nou, ik zal hem eerst uitzetten. Soms duurt dat heel erg. Nou, ik heb hem nu uitgezet, zoals ook staat op het scherm. En ik ga nu kijken of ik in staat ben om mijn eigen software daarop op te starten. Dus ik start hem op, dan moet ik de power button ingedrukt houden. Dan moet ik de home button indrukken tegelijk. Het is echt een soort goocheltruc. Als dat gedaan is, dan moet ik die ene button weer loslaten. En als alles dan goed gaat, dan zegt hij dat hij hem gaat exploiten met fetching required files, exploiting with line RAM. Nou, wat hij dus nu aan het doen is, nu is hij hem eigenlijk aan het jailbreken, maar niet met de echte jailbreak software, maar met de software die ik heb klaargezet. En hij gaat hem nu rebooten. En dan krijg je die, dan krijg je die pineapple te zien, wat het teken is dat hij aan het
jailbreken is. En je krijgt nu, het lijkt wel een soort Linux scherm geworden van een Linux computer. Hij is gewoon allerlei programma's aan het opstarten vanaf dat RAM-diskje wat ik erin heb gezet. Dit kan dus nog voordat je die paspoort hebt ingevoerd, ja. Dit kan met een device dat uitstaat. Precies. In de trein zint waar je dus niet in kunt komen. Ja, want je kan hem. Je hebt gezien, ik heb geen passcode ingevoerd. Ik heb hem gewoon uitgezet en ik heb hem op die speciale manier opgestart. Dus die passcode hoef ik niet in te geven. Ja. U weet van tevoren niet welke firmware erop staat? Nee, dat moet je gewoon proberen. Maar wat ik zei, omdat je bouwt je eigen opstart environment. Hè? Je bouwt je eigen iOS 5. Ik gebruik nu de 501 firmware die ik heb gedownload van Apple. Terwijl deze iPad draait al 5.1. Okay. Dat maakt niet uit. Het is net alsof je een Linux computer opstart van een installatie CD of van een live CD. Zo moet je dat echt zien. Zolang die bestandssystemen uitwisselbaar zijn en zodat zolang ze elkaar begrijpen, kan je eigenlijk heel veel dingen doen. Dus je bent niet gekoppeld aan de firmware versie die op het device staat. Nou, wat ik nu heb, ik heb in ieder geval controle gekregen over het device. Ik heb mijn eigen software kunnen opstarten. Nou moet ik er nog wel bij kunnen komen. En het enige wat ik nu heb, is een verbinding over mijn USB-kabeltje. En de iPad en de iPhone ondersteunen een soort TCP/IP-verbinding over zo'n kabeltje heen. En ik kan gewoon via SSH een aantal poorten doorsturen. Dus wat ik kan doen, ik kan als het ware multiplexen over dat kabeltje naar mijn iPad. En als ik daar naartoe zou gaan, als ik zeg SSH-P2222, dan zit ik nu hier, ik ben nu echt fysiek ingelogd op de iPad, op het Unix systeem wat daar draait, en dat draait een aantal procesjes. Nou, en dat zijn de procesjes die zijn opgestart vanuit de RAM-disk die ik erin heb geladen. Dus ik heb nu eigenlijk met mijn eigen software controle over de iPad gekregen. Nou, het vervolgende stap is nu, kan ik dan eigenlijk achter die passcode komen? Nou, daar zijn gewoon, ook op die website van Google, is die software voor te vinden. Alleen, dit scriptje zou je daar niet vinden. Want dat dictionary scriptje, dat is iets wat ik zelf heb gemaakt, samen met wat software op de iPhone, om in staat te zijn ook dictionaries te kunnen gebruiken. En ik heb een hele simpele even genomen. Er staat er drie woorden. Test, pipo en banaan. Dus hij probeert die drie passphrases en hij probeert ze ook test 1-2, 1-2 test. Dus die combinaties probeert. Dus even kijken of dit werkt. Nou, en hij is nu gewoon, je kan het laten zien, hij probeert nu echt alle combinaties van die passphrase code. Ja, hij roept daarvoor de Apple Key Store aan. Dat is gewoon sending lock change. Want in de achtergrond, om te testen of dit het juiste wachtwoord is, roept hij dus de routines aan die al standaard in iOS zitten, namelijk het wijzigen van een wachtwoord op een store. Ja, precies. En het feit als iemand heeft ingesteld dat hij na 10 verkeerde pogingen het device moet wissen, die sla ik hier gewoon over. Want die intelligentie van dat je maar 10 keer mag proberen, dat zit niet op dit niveau, maar dat zit op het niveau in de user interface van Apple. Als je een iPhone hebt, dan weet je wel, als je inlogt of als je hem aanzet, dan moet je die passcode invoeren. Nou, dat stukje user interface, dat heet Springboard. En het testen van het maximaal aantal gefaalde passcodes, dat zit in Springboard en niet in het keycode gedeelte. Maar hij heeft hem al gevonden, zoals je ziet. Ja. En als je goed kijkt, dan zie je hier boven, daar staat passcode 1-2 tekst. En als je een
4 digit getal had gehad. Ik heb ook een iPhone 3GS bij me, maar we hebben geen tijd voor. Dat daar 0, 1, 2, 3 gestaan. Het enige interessante is wat je helemaal bovenin ziet. Passcode, keyboard, complexity is 2. Dat betekent dat het een passphrase is. En als daar een 1 staat, dan is het gewoon een 4 digit. Kun je dat uit de tijd nemen? Nou, wat ik nu heb gedaan is, ik heb dat hele setje sleutels van de iPad afgekopieerd en dan kan ik later met die sleutels kan ik gewoon alle bestanden benaderen op de iPad buiten alle beveiliging van Apple. Hiermee is die dus gewoon open. Ja, en het enige wat dus, je hebt gezien, ik heb hem niet ingevoerd. Het enige wat dus jouw data beschermt is de sterkte of de zwakte misschien wel van de passphrase die je op dat login schermt. Die digit pincode is niet voldoende, die is sowieso goed voor binnen 18 minuten. Ja, ja, maximaal 18 minuten. Ja? Is er nog een tijd voor vragen? Dan weet ik het eigenlijk bij later. Als er vragen zijn, kan met een pauze. Maar eerst bedankt bij de heren. Hartelijk dank.